Starten met tekenen. Als je de template, simpel templates met meters hebt gebruikt, zal je zien elke maal dat je een nieuwe fase start, dat deze dame, Suzanne, steeds van de partij is. Deze mag je verwijderen door de select tool te selecteren. Links de muisknip op Suzanne en dan de delete toets te gebruiken. Nu gaan we starten met tekenen van onze sofa. Nu, allereerst is het handig dat je deze toolbar hebt. Als je die niet hebt, die kan je activeren onder View, Toolbars, Large Toolset. We gaan tekenen met een rechthoekje. Dus we hebben een tool die rechthoekjes tekent, de Rectangle Tool. Die kan je selecteren. En dan zal je zien dat de muis verandert in een potloodje met een klein rechthoekje aan. Nu, waar starten we met tekenen? Voor de eenvoudigheid is het natuurlijk gemakkelijk dat we starten in het centrum van de wereld, genoemd de origin, welke het 000-punt is. Dan kan je steeds herkennen aan het kruispunt van de drie assen. Hoe tekenen we nu een vierkantje? Eén linkse klik bevestigt het startpunt van het vierkantje. En nu hebben we een soort elastisch vierkant wat we kunnen verslepen. Je zal ook tussendoor een gestippelde diagonale lijn zien. Dat zijn hulplijnen die SketchUp uitzet. In dit geval bijvoorbeeld de gouden snee. En hetzelfde zal hij doen met vierkant square. Maar voor onze sofa set willen we een vlak uittekenen van 200 bij 80 centimeter. Nu, dit kunnen we doen handmatig door de muis zo te bewegen dat we dicht bij deze waarde komen, maar je zal zien dat is niet altijd eenvoudig. Maar daarvoor kunnen we ook toetsenbord inputs gebruiken. Nu, we gaan eerst deze vierkant bevestigen. En zolang dat we geen andere actie doen en zolang deze achtergrond hier wit is, kunnen we toetsenbord input geven. We kunnen nu ingeven 200, dubbelpunt, 80, enter. Je zal zien dat SketchUp nu het rechthoekje heeft aangepast aan onze ingegeven afmetingen. Indien dat we nog niet tevreden zijn, zolang dat we opnieuw niets anders hebben gedaan en zolang deze achtergrond wit is, kunnen we nog altijd deze afstand variëren. Ah, nog niet tevreden, 200 op 80 toch maar laten. Enter. En op die manier kunnen we steeds nog een object aanpassen.